Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Tamara en dit is mijn allereerste vlog. Nou ja, het is niet mijn allereerste vlog. In het verleden heb ik al eerder gevlogd en als je die heel erg graag wil zien, dan kan je die natuurlijk gaan bekijken. Maar destijds ging ik studeren en kreeg ik het druk en had ik eigenlijk niet zo heel veel tijd meer om te gaan vloggen. Maar aankomend schooljaar ga ik afstuderen en volgend jaar gaan Paul, mijn verloofde, en ik trouwen. En het leek me heel erg leuk om dit te gaan vastleggen. Nu zul je merken dat ik het vloggen toch altijd wel een beetje spannend vind. Het praten tegen een camera vind ik nogal ongemakkelijk en ik vergeet mijn camera nog wel eens. Dus niet elke video zal even flitsend en spannend zijn. Maar zo zit het leven in elkaar. Niet elke dag is even spannend. Maar lijkt het je leuk om mij te gaan volgen? Dan zou ik zeggen druk op die abonneerknop. Druk ook eventjes op dat belletje zodat je op de hoogte blijft wanneer er nieuwe video's online komen. En ik zou zeggen blijf vooral kijken. Goedemiddag, het is maandag, het is 1 uur geweest. Ik heb vanmorgen stof gezogen en opgeruimd en nu weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik verder moet gaan doen. Dus ik denk dat ik eerst eventjes een to-do-lijstje ga maken en daarna kijken we wel verder. En ik neem jullie mee vandaag. Ik begin met opzoeken van wat we vandaag gaan eten. Wij zijn begonnen met een paleo-dieet vanwege mijn lactose-intolerantie. En dan moet ik altijd even kijken wat we nou precies gaan eten. Daarna wil ik boodschappen gaan doen, de eetkamer opruimen en dan moet ik huiswerk gaan doen. Want zelfs in de vakantie moet ik een tentamen gaan voorbereiden wat ik dus moet inhalen eind augustus. En daarna ga ik een planning maken voor morgen. Dus dat is een beetje wat er op het programma staat. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga kijken wat we vanavond gaan eten en dan ga ik een boodschappenlijstje maken. Zo, dat vloggen dat valt niet mee. Ik vergeet elke keer mijn camera mee te nemen. En als ik dan buiten loop met mijn camera, dan voel ik me zo awkward. Dat ik echt heb van, ja, ik weet nou niet of ik nu ga filmen. Ik heb een aantal dingen van mijn lijstje kunnen afstrepen. Het opruimen van de eetkamer heb ik een beetje gesmokkeld. Ik heb de helft van de eetkamer opgeruimd, maar dat vond ik al heel wat. Ik ga nu eerst wat leren voor British Civilization, een minor die ik nog moet inhalen. En daarna wordt het tijd om te gaan koken, denk ik. Mijn huiswerk is weer gedaan voor vandaag. Ik heb alles gelezen wat ik moest lezen of wilde lezen. Want in principe heb ik 24 augustus mijn tentamen pas, dus ik heb nog eventjes. Dan is het zo alweer tijd om te gaan koken. En misschien dat ik straks nog eventjes in mijn bullet journal aan de gang ga. Want ik ben met een nieuwe bullet journal begonnen. En die wil ik per 1 augustus gaan gebruiken. En dat is het morgen, dus daar wordt het wel tijd voor. Dus dat gaan we doen. En verder zien we nog wel wat de avond gaat brengen.
dag 1 zit erop. Waarschijnlijk heb ik niet zo heel erg veel gevlogd, want ik vergeet mijn camera de hele tijd. Stom. Het zal wel een kwestie van wennen zijn. Daarnaast vind ik het ontzettend ongemakkelijk om in gezelschap te vloggen. Maar ook dat zal wel wennen zijn. Ik weet nog niet of het dagelijkse vlogs worden of dat ik wekelijks ga vloggen. Maar bij deze ga ik deze vlog afsluiten. En bedank je voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je nog meer video's van me wil zien. Dus tot de volgende keer.